Nieuwe pand gaat ongeveer 32.000 vierkante meter worden. Het Van Gelder pand wordt extreem duurzaam. Ja, ik vind de hele bouw spannend in ieder geval. Om elke week kom ik wel weer verrassing tegen. De Oer-Hollandse, maar toch hypermoderne AGF-leverancier Van Gelder Groente en Fruit is gegroeid als kool. En omdat de groei er nog lang niet uit is, gaan we verhuizen. In samenwerking met partners en leveranciers wordt gewerkt aan het Vercentrum voor educatie, beleving, innovatie en inspiratie. Welkom bij de serie Van Gelder bouwt. Onder grote belangstelling presenteerde Van Gelder op 9 oktober haar indrukwekkende plannen voor een hypermodern hoofdkantoor en experience center. Dit gebeurde nadat de eerste paal ceremonieel de grond in werd geslagen. Nou, na de presentatie van 9 oktober hebben we hele goede reacties gehad. Alle bezoekers waren laaiend enthousiast wat er opnieuw in Rijenwaard gaat gebeuren. Van dat er niet alleen een hal gebouwd wordt, maar dat er iets meer gebouwd wordt als alleen een hal. Wat je eigenlijk in Nederland ziet natuurlijk. Je merkt het zelfs met nieuwe klanten. Klanten zijn enthousiast, want ja, je loopt echt wel een heel stuk vooruit op de markt. Tijdens het gehele bouwproces nemen wij u graag mee om te laten zien hoe de bouw vordert en welke plannen er gerealiseerd gaan worden. In deze eerste aflevering kijken we naar het ontstaan van de nieuwbouwplannen en gaan we langs bij de architecten van Kraaivanger. Mijn ouders zijn het bedrijf gestart net na de oorlog. Mijn vader en moeder die zijn naar Canada geweest. Uiteindelijk zijn die teruggekomen, zijn een tuinderij gestart en ook later zijn ze gaan venten. Mijn ouders die hadden ook winkels in Rotterdam en eigenlijk was het bij ons zo, als je van school afkwam kreeg je een winkel en je moet maar zorgen dat er geld verdiend wordt. Voor mij was dat een enorme uitdaging en een drijf die ik ook had in ieder geval om de winkel te starten. Ik was pas 17. Toen wij uit de garagebox gingen bij de winkels, zijn we verhuisd naar de Koopliedenweg. En eigenlijk zijn we een jaar of 6, 7 later zijn we naar de handelsweg waar we nu zitten vertrokken. Door de enorme groei van de afgelopen jaren zijn wij van mening dat wij verdere stappen moeten maken met het verdere automatiseren van het proces. En met de nieuwe dingen wat we in de nieuwe pand gaan doen, dat het veel efficiënter kan. Dat de orderpicking met het hele Van der Landen orderpicksysteem veel efficiënter kan om de klant weer te behelpen. En daarom is er een besluit genomen natuurlijk om te automatiseren in een nieuwbouw waar we een vrij grotere oppervlakte hebben als hier in Holland. De vraag die Van Gelder stelde een huisvesting te ontwerpen voor een distributiehal van ongeveer 30.000 vierkante meter, een experience center en een kantoorgedeelte. En juist de diversiteit van die programma's, en dan heb je het echt over 3 eigenlijk afzonderlijke delen, die maken het voor ons zo interessant om hier aan mee te doen en heel erg graag de opdracht wilde binnenhalen. Wat we gedaan hebben is een stukje vragen om een distributiegebouw te maken. Laat even zeggen dat dit het enorme gebouw is. Nou, dit zijn vaak de hallen die je langs de snelweg ziet staan. Juist dat Experience Center heeft ons de kans gegeven om daar een kader voor te plaatsen. Wat veel groter is eigenlijk nog in lengte dan de hal. We kiezen ervoor om geen hekken langs het pand te zetten. Dus echt een milieuvriendelijk uiterlijk. Dat wordt waarschijnlijk met water, worden de grenzen van het terrein bepaald. Dan zetten we voor de hal het Experience Center. Dus er komt een glazen gevel in. In dat Experience Center zijn galerijen opgenomen. En een restaurant waar allerlei verschillende functies georganiseerd zijn. Daar komt een zeer uitnodigende speeltrap in die verschillende verdiepingen met elkaar verbindt. Ja, als je het dan hebt over feiten van dit gebouw, dan kom je al snel uit bij de maat van het gebouw. Het is een heel groot gebouw. Als je even een paar feiten opnoemt, 150 meter lang, 120 meter breed, 20 meter hoog. Er zijn 900 palen in de grond geplaatst om het allemaal staande te houden. Dus het is echt een gebouw van de grote hoeveelheden en de grote maten. De klanten gaan merken in het nieuwe pand dat je veel meer feeling krijgt met de producten. Je krijgt veel betere vertaling van teelt tot en met het eindgebruik. We krijgen hele mooie productielijnen waar je toch weer de nieuwste machines van hebt, de nieuwste lijnen. Dus weer een mooie gesneden product. Sofie de Garing. Echt vanuit groente snijden, inpakken, garen en terugkoelen. Ook dat zijn weer de nieuwste machines die aangeschaft daarin worden. De bouw loopt goed in ieder geval. De volderingen zijn allemaal gestort natuurlijk van de heipalen.
En we gaan de lucht in, dus tot nu toe gaat het voortvarend. Abonneer je op het YouTube-kanaal van Gelder. En mis geen enkele video van de making-of van Gelder Bouwt. Van Gelder Bouwt wordt mede mogelijk gemaakt door...